Noureddine Woetsemaar, is dit het afscheid wat jij wilde van de club? Ja, dat is lastig te zeggen. Natuurlijk is het in mijn situatie nu het hoogst haalbare. Maar ik had me deze tijd bij Cambuur anders voorgesteld. Ja, kan ik me voorstellen. Je kreeg op een gegeven moment de aansluiting bij het eerste. Maar je hebt eigenlijk alleen maar wedstrijdjes gespeeld in die belofte, hè? Klopt. Op een gegeven moment onder Marcel Keizer mijn debuut gemaakt. Dat jaar daarna dat we waren gedegradeerd, nog 2 wedstrijden jubilair. En begin dit seizoen wat problemen gehad privé. Vanaf toen is het lastig te zeggen wat precies is misgegaan, maar vanaf toen had ik zelf al het gevoel dat het over was in Cambuur. Je pakt dan nu toch nog een prijs, maar waar is hij? Nou, dat vragen we ons allemaal af. Ik weet niet wie hem onder in de tas heeft gestopt. Maar niemand weet waar die is, dus geen idee. Wat zegt dat over deze belofte bekerfinale, dat er niet eens een prijs is vanuit de KNVB? Ja, de hele competitie is eigenlijk een grap als het ware. Ik bedoel, je speelt 1 week wel, dan 2 weken weer niet, 1 week wel. En dan, het is heel lastig. Misschien is het voor de KNVB ook lastig, ik weet het niet. Maar het is moeilijk om... bijvoorbeeld de ene week speel je tegen Feyenoord en daarna ben je 2 weken vrij. Dus dan moet je oefenen en dan vaak profclubs hebben of een wedstrijd of iets anders. Dus dan speel je tegen amateurs. En het is lastig om je iedere keer te motiveren, maar Dennis heeft dat heel goed gedaan dit seizoen. Die bereidt ons iedere dag voor op de training en wedstrijd. En dat is gewoon prima gegaan. Is dat dan misschien ook een kroon op zijn werk? Denk ik wel. Ik vind Dennis echt een hele goede trainer. Ik weet zeker dat dit niet zijn plafond is, dus dit is ook zeker voor hem inderdaad de prijs. Ja, jullie spelen een goede eerste helft waarin je op je 2-0 voorsprong komt. Dat is aan het begin even lastig, maar vooral in de tweede helft hebben jullie het heel moeilijk. Ja, klopt. Het was niet hoe we normaal speelden. Normaal zetten we veel druk vooruit, zijn we dominant. En, we kwamen hier ook heen natuurlijk met in ons achterhoofd nog de wedstrijd eerder dit seizoen, de oefenwedstrijd, 6-0 verloren. Dus dat speelde allemaal bij ons toch in ons hoofd van... een bepaalde wraak die we moeten nemen. En ik denk dat we het prima hebben gedaan. We waren zeker niet op ons best. Zwolle was erg goed, heeft het ons heel lastig gemaakt. Maar ik denk dat iedereen alles heeft gegeven. En we hebben ons uiteindelijk naar die overwinning geknokt. En nu tijd voor een feestje? Ja, het was leuker geweest als de weken dat was. Maar iedereen, veel familie is er, vrienden van iedereen. Dus we gaan even naar de kantine spelen, zo wat het ook is, en even iedereen opzoeken. Worden jullie dan ook nog gehuldigd in Leeuwarden door de club of heb je geen idee? Ik heb geen idee, heb ik niks van gehoord, dus ik zie het wel. Het is natuurlijk ook lastig. Hè. Ik bedoel, dit weekend uit de play-offs gegooid en uiteindelijk bij iedere club draait het om het eerste elftal. Dus ik snap wel dat de club, natuurlijk is het wel iets moois, maar ik snap wel dat de mensen op de club hun hoofd er niet echt naar staat. Kantoren, personeel, materiaalman, iedereen. Ja. Die zien toch liever dat het eerste goed draait dan wij. Dus, maar voor ons is het mooi. Ja, maar jullie hebben het gedaan en zij niet. Klopt. Maar goed, het weegt heel klein tegenover wat er dit weekend is gebeurd, denk ik.